Hallo allemaal, super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag geen weekvlog en dat heeft natuurlijk de reden dat ik op stage ben en daarom de eerste week even voor mezelf wilde houden. Ik wilde puur even genieten van de eerste week van mijn stage. Ik wilde me goed in me opnemen wat er allemaal gebeurt en hoe het gaat. En als jullie deze video zien, dan ben ik al begonnen aan mijn tweede week. Ik ben eigenlijk heel erg tevreden met de beslissing dat ik deze week eventjes een break heb genomen. Om even goed te leren en na te denken wat me deze stage gaat brengen. Maar daarentegen heb ik wel een andere video voor jullie. En dat is deze. Jullie hebben het al gezien aan de titel. Een roomtour. Er is heel veel veranderd de afgelopen tijd. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik jullie dit wilde laten zien. Ik ben vrij uit de focus. Ik weet niet hoe dat nu weer komt. Mijn camera werkt ook heel goed mee dit keer. Maar goed, dat gezegd te hebben, zou ik zeggen, laten we heel gauw beginnen met een quick room tour. Om jullie even te laten zien hoe het er nu toe mijn kamer eruit ziet. Let's go. Ik ga jullie meenemen. Goed, we beginnen natuurlijk bij de deur. Daar is vrij weinig veranderd, moet ik zeggen. Posters en alles wat er hangt is nog hetzelfde. Alleen hier bij het schilderij is er wel wat veranderd. Dit schilderij was eigenlijk vrij kaal en daar heb ik een lichtsnoer omheen gemaakt, zodat het eigenlijk gewoon wat meer uitspringt. En ja, dat het gewoon net wat leuker wordt. Dus dat heb ik gedaan aan die kant, maar als we de andere kant van de deur bekijken, staat hier de lange vaas die eigenlijk aan de andere kant van mijn kamer heeft gestaan. Er staat nog wel een plastic tasje, kijk daar even doorheen, want dat is eigenlijk de spullen die ik uit mijn kluis heb gehaald gisteren. En die heb ik nog niet, ik heb nog niet de tijd gehad om die op te bergen. Hier achter mijn bed staat eigenlijk mijn kajon, bedekt onder een groot kleed en allerlei kussens voor logiers en dekbedden en zo. Gaan we hier, dat is op zich eigenlijk vrijwel hetzelfde, er staan gewoon leuke sieraden en sierdingetjes en zo. Dan gaan we door naar mijn bed, die is natuurlijk zoals jullie net hebben gezien, ik heb het nog even lekker verschoond. Heerlijk opgemaakt, gewoon vrijwel simpel, lekker strak. Ik maak altijd mijn bed op, er gaat geen dag voorbij dat ik het niet doe. Puur om het feit dat het gewoon heel anders oogt en dat je binnenkomt in je kamer met een mega bed dat gewoon nog open ligt van het slapen. Dat is gewoon vreselijk. Een lekker opgemaakt bed zoals altijd. Deze lichtsnoer met allerlei kleurenlichtjes. Onder ook. Puur, dit geeft zo'n gaaf effect als de rest van de lichten uit zijn en ik s'avonds voor ga slapen die lampjes nog aan heb staan. Het geeft een heel leuk effect. Zoals eigenlijk mijn bed, dan staat hier nog een lichtbox met de letters Coffee Lover, oftewel Coffee Lover. I love it. En er staat een handalcohol dingetje op, wat ik toch best wel vaak handalcohol gebruik. Als we dan doorgaan naar mijn bureau, die staat weer hier op zijn oude plek. Het is een tijdje geleden dat hij hier stond, maar hij is weer terug en ik ben er heel erg tevreden over. Het ziet er allemaal netjes uit en het is allemaal gewoon opgeruimd. Ik heb het op zich niet rommelig gemaakt, alles blijft en is nog steeds op zijn goede plek. Ik heb wel een placematje neergelegd voor het beschadigen. Mijn laptop staat hier. Ik heb mijn lampje in de hoek neergezet. Die eigenlijk altijd wel gewoon bijna altijd aan is. Ik heb hier een beker staan met een sapje. Doordat ik altijd wel wat lekkers te drinken heb. Mijn telefoon ligt hier. Die ligt of hier overdag. Of die ligt s'avonds naast mijn bed aan de opladkabel. Als we dan doorgaan. Dan heb ik aan deze kant twee nep plantjes. Leuk voor de sier. En een fotolijstje van mijn drie beste vriendinnetjes. Gewoon super leuk om die lekker dichtbij me te hebben op mijn bureau. Mijn gitaar. Die staat hier op dit bruine kastje. Ook dit kastje moest ik eigenlijk een plek geven. Dus tada. Daar staat die. En de gitaar erbovenop. Ik ben hier wel even bezig geweest. Zoals je ziet. Ik ben de laatste tijd best wel een fan aan het worden. Van Brooklyn Wyatt van de band Roadtrip. En ik dacht, ik heb heel veel foto's van hem geprint en ik dacht, ik moet hier wat mee gaan doen. En aangezien het toch best wel nog een hele kale muur was, dacht ik, ik kan niks beters doen dan ze gewoon hier allemaal leuk ophangen. Dus er staan foto's van Brooklyn tussen, Jack en ander iemand uit de band, Stuk TV. Maar er staan ook gewoon persoonlijke foto's tussen. Hier een foto van mij met mijn opa en oma en mijn neefjes. Daar ook, hier een foto van mij en Kevin samen. Er staan ook wel hele leuke verborgen foto's tussen, dus dat is wel heel erg leuk. Dus het is niet alleen een muur van mensen waar ik fan van ben.
Maar het is ook een muur met heel veel persoonlijke foto's. En het is heel erg leuk om die er dan af en toe eens tussenuit te zien springen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben nog niet klaar ermee. Het gaat nog natuurlijk wel verder. Maar hier staat natuurlijk ook nog een quote. Make today a happy day. Dus altijd leuk om daar nog even naar te kijken. Deze quote. I love it. Dan heb ik hier een lichtkabel. Die loopt hier achter door. Maar ja, omdat dit nu dicht is gemaakt, is er vrij weinig van te zien nog, helaas. Maar dat is in ieder geval dat. Hier heb ik twee haakjes hangen. Hierachter hangt een haakje en daar hangt een haakje met wat kettingen eraan. Hier een olifantschilderij natuurlijk. Als we doordraaien naar mijn raam, zijn nog steeds een leuke jaloezieën die je open en dicht kan doen. Mijn raam staat lekker open om even lekker te luchten. 'S Ochtends en 's avonds zet ik die eigenlijk altijd wel open. Hoe koud het ook is buiten, maar hij gaat echt open. Dan heb ik dit schilderijtje nog en ik moet even kijken waar dat zat hier. Oh kijk, hier is die. Kijk, deze kan ook aan, dus deze geeft ook licht. Wel leuk als het hier donker is. Als het hier niet donker is, dan zie je het ook bijna niet. En mijn naambordje, die ligt hier, want die valt vrijwel eigenlijk altijd om, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat bedoel ik. Dus die ligt hier, die moet ik nog een keertje vastzetten, maar geen haast daarin. Mijn kachel die eigenlijk nu uitstaat, ondanks het winter is en het hartstikke koud is, dus buiten staat die uit. Mijn schoenen staan daar, die zijn eigenlijk altijd daar. Ik heb eigenlijk wel één vast paar schoenen die ik draag. En dan zit ik eigenlijk altijd in de hoek bij mijn statief. Als we nog even naar boven gaan, hangt dit leuke houten rekje er met lichtjes erin. De batterijen ervan zijn trouwens vrijwel bijna leeg. Dus ze branden nog heel erg licht. En deze bol die hoort allerlei kleurtjes te geven, maar ook die is bijna leeg. Dus ook die geeft heel weinig licht nog maar. Door mijn kledingkast is eigenlijk niks aan veranderd. Het is nog steeds zo georganiseerd als altijd. En ja, er hangt een vest die ik eigenlijk snel pak als ik het koud heb. Meer hangt er niet aan de kast. Eigenlijk moet dit vest trouwens naar deze kant. Merk ik nu. Die moet even een plaatje opschuiven. Die hangt nooit aan het hoge haakje. Die hangt altijd aan het lage haakje. Als we doorgaan, dan hebben we een groot verschil van elkaar, maar jongens en meisjes. Het dressoir. En hier ben ik nog steeds heel erg blij mee. Dit dressoir heb ik eigenlijk gekregen van een paar buren van mijn opa en oma. En ja, die wilden hem wegdoen. En ik vond het zo leuk. Dus vandaar dat hij nu hier staat. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga jullie even meenemen over de decoratie die ik heb neergezet. Er staat hier een kaarsje met mijn naam. Als je het een beetje goed kunt zien. Je ziet het meer als deze kaarsje licht geeft natuurlijk. Er staat een olifantenbeeldje in het goud. Dit flesje met leaves die licht geven. En natuurlijk de quote, make somebody smile today. Of make someone. Ik zeg altijd somebody, maar het is someone. Deze bol, die eigenlijk op afstandsbediening gaat, die heb ik hierboven liggen. En dat is heel erg leuk, want hij kan dus in allerlei lichtjes veranderen. Paars, roze, blauw. En ik had hem nu op geel staan, maar welke kleur is leuker? Deze. Ik denk deze gelige kleur, als dat wel leuker is. Je kan hem ook nog dimmen of feller maken. Als we dan doorgaan, hebben we hier trouwens de kastjes. Ik moet zeggen dat dat niet heel erg... Kijk, boven is echt een rommeldingetje nog. Moet ik nog uitzoeken. Hier zijn eigenlijk al mijn schoonmaakspullen. Alles is omgevallen. Oh, dat is ook wel lekker fijn. Nou ja, dat doe ik zo wel allemaal. Luchtjes, schoonmaakspullen. En hieronder staan allemaal make-up en schoonmaakspullen. Nog maskertjes en dingen. In het bovenste laadje zitten allemaal kabels. En in het onderste laadje... Daaronder zit mijn pyjama die ik eigenlijk het meest en snelste draag. Dat het niet elke keer in mijn kledingkast hoeft te zijn. Mijn handtas / stagetas / schooltas staat hiervoor. Als we dan doorgaan, hebben we natuurlijk hier de tv staan. Die natuurlijk hartstikke erg opvalt. En we hebben hier een lampje. Een touchlampje. En daar ook, want dit is een vaccinelampje. En het is wel leuk, want dit staat dan zo schattig in het... hoekje en het weerkaatst een beetje tegen de muur. Dus ook wel hartstikke leuk allemaal. Ja. Hieronder. Eigenlijk twee dingen. Platenspeler. En het dimblaadje met mijn dagelijkse make-up. Zodat ik hem zo 's morgens kan pakken. Zo naar mijn bureau kan brengen. En zo mijn make-up op kan doen. Er staat hier een tasje met afval. Omdat ik vandaag druk bezig ben geweest met alles schoonmaken en opruimen.
Dus die staat hier natuurlijk ook niet dagelijks, maar die breng ik zo meteen weg. Dan gaan we even in de vitrinekast. Daaronder zijn eigenlijk allemaal dozen. Ik kan hem wel open doen, maar het valt niet zo heel veel te zien. Het zijn allemaal witte en bewerkte dozen met opslagspullen erin. Als we hier gaan kijken, heb ik een opdrachtenmapje voor school. Een tijdschrift. Mijn MacBook ligt eronder en mijn map voor school. En ik heb natuurlijk hier mijn favoriete boeken neergezet. Inclusief het boek van StukTV. Plankje hoger. We hebben hier het N-teken. Ik heb hier nog twee verloren foto's. Een olifantje en het snowglobeje van de dierentuin. Hoe cute. Als we eentje omhoog gaan, staat hier een beeldje met een konijntje waar mijn naam ingegraveerd staat. Dat heb ik ooit in Duitsland laten doen, toen mijn opa en oma op vakantie was. Dit leuke schattige huisje. Dit hart, dit geeft ook licht, maar de batterijen ervan zijn leeg, dus daar moet ik even nieuw in gaan doen. Dan heb ik hier nog steeds mijn cadeaubon staan die ik voor mijn ouders heb gehad voor kerst, voor een schoonheidsbehandeling. Dan heb ik dit stulpje staan met daarin het kattenpootje van onze overleden kat. Ja, ik vind dat wel mooi om die gewoon hier te laten staan. En een leuke eigen creatie, namelijk een lege fles Captain Morgan, a.k.a. drank. Daar heb ik een lichtsnoer in gedaan. En hierdoor geeft hij dus hartstikke leuk licht. Het is zo gewoon een normale fles drank. En zo geeft het hartstikke leuk licht. Dus ja, dat is eigenlijk de kast. En hierboven staan dan de beletters Parijs en mijn olifanten. Ja, dradenbeeld. En mijn klok hangt er natuurlijk. En daar hangt nog een klein fotolijstje. En dat is eigenlijk alles in mijn kamer. Dit is dus alles wat er in mijn kamer te vinden en te zien is. En ik ben heel erg blij met de inrichting hoe het nu is. Het bevalt me hartstikke goed. Ik ben graag in mijn kamer. Het voelt echt een beetje huiselijk nu ook. Dus het lijkt net alsof ik mijn eigen woonkamertje heb. Misschien raar om te zeggen, maar zo is het wel. En zo lijkt het voor mij ook heel erg. Ik ben er voornamelijk heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik hoop dat jullie een leuk inzicht hebben kunnen geven hoe mijn kamer eruit ziet. Daarom bedank ik jullie voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen tot volgende week bij een nieuwe weekvlog. En daarin ga ik jullie meenemen hoe mijn eerste ervaring was op mijn stage. Tot volgende week woensdag. Doeg!